Allfreeze in Maasmechelen is er ook 's avonds volop bedrijvigheid. Bij het verwerkingsbedrijf van diepgevroren visproducten wordt elke avond gepoetst door ISS. Bij ISS Industrial Cleaning werken in Limburg 350 mensen. Goed opgeleide mensen. Bij Sundra zelf hebben we wel regelmatig opleidingen, vooral naar veiligheidsfuncties ook wel toe. Ik zelf ben bezig momenteel aan een opleiding van preventieadviseur bij Sundra. Mijn rechtstreeks overste heeft een veiligheidscoördinatiefunctie gehad. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld besloten ruimtes door Sundra laten organiseren en werken op hoogte, wat dat ook wel een zeer gevaarlijke werken zijn, is ook door Sundra al gegeven aan ISS. Binnen de foodsector, of de voedingsbedrijven zullen we dan zeggen, dus werken we met verschillende stappen altijd. Veranderen de HACCP-normen toch wel heel belangrijk toe. Wij werken daar altijd met een voorbereiding van onze werken. Daarna gaan we onze machines afspoelen. Als alles al wat grote restvervuiling allemaal weg is van de productie, gaan wij dan op dat moment beginnen in te schuimen met een zeep. Dat gaan we naspoelen. Dan komt er een controle, een visuele controle, of dat de machine proper is, ja of nee. Als ze proper is, wordt er een desinfectiestap ingelast. En vanaf dan, na een inwerktijd, gaan we dan nog de machine naspoelen een keer, zodat er geen restanten van de desinfectie in de productie gaat terechtkomen. We zijn nummer 1 in België en over de wereld als facilitair dienstenbedrijf. We willen niet alleen nummer 1 zijn naar kwaliteit toe, maar ook naar veiligheid en dergelijke toe. Om daar de klanten toch ook wel in mee te ondersteunen. Ook wel. Want stel dat we een accident of een arbeidsongeval aan de hand krijgen, op dat moment komt er niet alleen voor ISS iets kijken, maar ook komt er ook heel veel wat kopzorgen voor de klant er ook wel bij op dat moment. We hebben gemerkt dat bedrijven uiteraard heel sterk bezig zijn met opleidingen rond veiligheid. Vandaar is het idee gegroeid in onze organisatie om een dag van de veiligheid te organiseren. Die zal doorgaan op donderdag 25 april van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds. Waar wij permanent demonstraties, demo's gaan geven rond opleidingen allerhande die te maken hebben met veiligheid. Inschrijvingen voor de Dag van de Veiligheid kan op sintra-limburg.be. En zo zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. Graag tot volgende week. Goed gegaan, hè? Ja, ik dacht wel, hè. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, prima, hè? Ja, ja. Gefeliciteerd, hè? Meet in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.